Oké, we hebben een 2 kilometer eiland uitkomt. Laten we hopen op iets goeds, iets sterks, iets wat we nog niet hebben. Huppatee, het is een Togepi. Nou ja, weet je, heb ik al, maar misschien is het een teken dat we veel baby's uit onze eieren krijgen vandaag. Hallo dames en heren jongens, wij zijn terug bij een nieuwe video van Pokémon Go Generatie 3. En we hebben hier weer een eiland uitkomt en het is een Machop. Oké, dat is niet wat we willen, maar Machop Candy is nog steeds handig, want Machamp is sterk. We hebben hier een Slakoff, een CP van 346. Daarop gooi ik gewoon mijn Pineberry, want we hebben de Candy natuurlijk nog nodig voor de Slaking. We hebben het hele slaat hier zo plat met zijn hand. En dan gaan we voor de Ultra Ball. Die gaat open, die gaat dicht. Er is 1. En dan komt hij eruit. Hey, we gaan niet eigenwijs doen. Hè? We gaan niet bij de hand lopen doen. Nou, en er vandoor zo. Dat is niet wat we afgesproken hebben namelijk. Dat was wel een hele slechte borp. Sorry daarvoor. En dan is het 1, 2 en 3. Huppatee, deze heb ik wel vervangen. Dat is mooi. Gaan we lekker door naar de volgende. En daar is hij dan. Daar is Wilmer, nummer 1 van deze video. We kunnen wel weer een Wilmer counter doen voor deze video. Want waarom niet? We hebben er namelijk toch weer een hoop die we kunnen vangen vandaag. Huppatee. We hebben een Great Curve, dat is mooi, die willen we altijd wel hebben. En dan is het 1, 2, 3, boom. Die hebben we in ieder geval binnen, dat is mooi. Dan hebben we hier Wilmer nummer 2. Laten we doorgaan, kijken of we die kunnen vangen. Het is een hele lage Wilmer, dat wel. Dus dat scheelt weer. Oh, en dat was een hele slechte worp. Had best wel een betere worp mogen zijn. Huppatee, we hebben een Great Curve en dan gaan we kijken. Vangen wij Wilmer nummer 2 ook? 1, 2 en 3. Huppatee. Nou, die hebben we in ieder geval binnen. En dan gaan we lekker door naar de volgende. En de volgende is Wilmer nummer 3. Ja, we gaan weer een hoop Wilmers vangen vandaag. We hebben ze nog steeds nodig voor de Wailord. Maar blijf vooral hangen, ook als je niet geïnteresseerd bent in Wilmers. Want we hebben ook een hoop andere Pokémon's die er zo meteen aankomen. Een hoop nieuwe evoluties. En eigenlijk het laatste wat we nog nodig hebben van die eerste 50 en die Water Types. Dus dat komt helemaal goed. En terwijl het helemaal goed komt, hebben we hier Wilmer nummer 4 ondertussen. Het heeft een hele hoge CP, als het ook een 100 IV zou zijn, zou helemaal leuk zijn, maar ja, het zal waarschijnlijk wel weer niet. Die het heel veel uitmaakt of wat dan ook, want we hebben een prima Wilmer. En dit is gewoon weer candies erbij, dank u. Huppatee, dan gaan we op Wilmer nummer 5. En dat is met een Pineberry CP 357. Dan gaan we voor de Great Curve. Oh, het was toch alsnog raak, dus het is een gewoon normale Great Curve. Blijft hij ook wel in zitten, toch? 1, 2 en 3. Ja, daar blijft hij ook in zitten. Nou, dat is in ieder geval mooi. We hebben hier nog een Wilmer. Dat is Wilmer nog wel 6 alweer. Er is trouwens geen nieuws of zo wat ik kan melden op het moment. Er is niks echt gebeurd nog in de game. Het zou kunnen dat Lunatone en Solrock ondertussen zijn gewisseld. Dat weet ik niet zeker. Ik heb dat verder zelf niet gezien of wat dan ook. Maar het zou kunnen dat ze zijn gewisseld. Ik weet het niet. En dit is Wilmer nummer 7. Dan gooien we ook weer een Pineapple op CP 459. Niet bijzonder hoog. Kunnen we alsnog de Great gooien? Ja, dat kunnen we, want wij zijn gewoon goed in het gooien op Wilmers. Wilmers dan ook wel een makkelijk target, aangezien hij best wel groot is. Maar ja, hij is in ieder geval wel binnen. Dan gaan we lekker door naar de volgende. En dit is Wilmer nummer 8. Daarop gooi ik ook een Pineapple Barry. En dan ga ik voor mijn Great Ball. En dan curven we die. Huppatee, dubbele Great Curve. En dan is het 1, 2, 3. Huppatee, die hebben we gevangen. En dan kunnen we door naar de volgende. En dat is geen Wilmer. Want dit is een Feebas. Dit is een mooi beest. Altijd handig voor die kennis. Want we moeten Milotic natuurlijk ook nog. We gooien onze Ultra Ball. En dan is het naar de grond. En 1, 2, 3. Huppatee, die hebben we gevangen. Dat is mooi. Kunnen we door naar de volgende. En deze keer is de volgende een eitje. Het is een 2 kilometer ei. Laten we hopen dat er wat goeds uitkomt. Het is een Love Disc. Want die hebben we nog nodig namelijk. Maar ja, hopelijk hebben we nu een beter ei. Het is een 5 kilometer ei. Hier kunnen onze baby's die we nog nodig hebben uitkomen. Het is een Corphish. Corphish ben ik blij mee. Corphish hebben we candies nog nodig voor Crawdont. Oeh, we hebben nu genoeg candies. Dat is mooi. Ik heb namelijk ook een 96% Corphish uit mijn ei gehad een keer. Dus die kunnen we nu gaan evolven tot onze Crawdont. Als je trouwens wil weten wat een 100% is, neem gewoon de Corvus CP die ik net had met plus een klein beetje. Plus een klein beetje, de officiële professionele manier. Hier is Crawdont. Dat is de eerste nieuwe Dex Entry voor deze video, dat is mooi. Dat is altijd handig om erbij te hebben wanneer Dex Entries. Zoals ik al zei, we maken de Dex een heel groot stuk af vandaag.
En zo tussendoor kwam ik een Weatherboosted Larvitar tegen. Dus ik dacht, hé, dat is een mooi beest. Die gaan we ook even vangen. We pakken gewoon onze Ultra Ball, want daar hebben we er ook genoeg van. En die curven we op de Larvitar. Larvitar, ophouden. Hoe spreek ik Larvitar uit op dit moment? Gewoon, ik gooi een excellent op een Larvitar, nice. Dat is een best wel makkelijke worp op het moment. Dus trouwens, met een van de laatste updates. Ik vind het gooien op Pokémon's makkelijker geworden. Wat vinden jullie? Gooi het in de comments. En hier hebben we Wilmer nummer 9. Ik beloof jongens, dit is echt de laatste video dat we helemaal gek zijn over de Wilmers. Hierna is het gewoon afgelopen. Dan vang ik ze wel gewoon off-camera ofzo. Ik gooi een Ultra Ball op een Wilmer, want waarom niet? Ik heb toch te veel Ultra Balls. Het is 1, 2 en 3. Update, die hebben we binnen. Daar is ook altijd welkom. Oké, nou hier nog een 5 kilometer ei. Dat komt uit, dat is het 1, 2 en 3. Een Torchic. Torchic, bedoel Blaziken is een sterke Pokémon, dus ik vind hem niet heel erg. Nou, we hebben hier nog een snel een ei wat uitkomt en dat is ook een Corviche. Corviche, hartstikke welkom, ben ik blij mee. Is goed om te hebben. We hebben nu ook genoeg candies voor het evolven van Vigoroth, dus we kunnen nu de Slack King maken. Dat is de tweede nieuwe dex entry van deze video, maar het zijn geen kleine dex entries natuurlijk. Hè. De Slack King, een van de hoogste Pokémon's qua CP in de game. Hij is verder qua attack waardeloos, maar dat maakt niet uit. En natuurlijk de Pokémon die we net hadden, de Crawdont. Want het schijnt dat Corviche nog redelijk lastig kan zijn voor sommige mensen. Ik heb gewoon 3 kruid en ei gehad. En ja, misschien dat ik gewoon veel geluk heb gehad. Kan natuurlijk. Wat ik jullie trouwens ook nog bij de laatste video ook gevraagd heb. Hoeveel Pokémon's hebben jullie nu? Hoeveel Pokémon's hebben jullie nu van generatie 3? Gooi dat in de comments. Ik wil nog steeds graag horen. Vraag me af hoe ver jullie ongeveer zijn met het spelen van het spelletje natuurlijk. Het is geen wedstrijd. Maar lijkt me gewoon grappig om een keertje te horen hoe ver jullie zijn. Nou, dan zijn we hier met Wilmer nummer 11 ondertussen al. Ja, het zijn een hoop Wilmers weer vandaag. Ik weet het, ik weet het. Ik heb ze gewoon nog nodig. Dus dan vangen we ze toch. Dan gooien we de Ultra Ball erop. Huppatee, de Great Curve. Met de Ultra Ball. En dan is het 1, 2 en 3. Huppatee, nou, die is ook weer gevangen. Helemaal mooi. En dan hebben we nog een Wilmer. Deze is CP 179. Daar gooi ik ook mijn Ultra Curve op. Oh, en die gaat fout. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dan moeten we weer zo en weer zo en weer zo en weer zo. En dan gooien we alsnog een Great Curve. Want waarom niet? We zijn ondertussen redelijk de tel kwijt voor de Wilmers, maar maak ik allemaal niet meer zo heel veel uit. Want uiteindelijk heb ik de candies toch wel, toch? Nou, dit is Wilmer evenveel als de vorige plus 1. Dat is CP 92. Eigenlijk kan ik dat voor elke Wilmer zeggen. Evenveel als de vorige plus 1. Hé, hey, dat is een mooi bedrag. Nou, 1. 2 en 3. Huppatee, nou die hebben we ook weer binnen. Dan gaan we kijken wat we nog meer tegenkomen. De volgende Pokémon die ik tegen ben gekomen is een Swalot. Ik wilde even een mooi AR shot maken met Swalot, want ik vond hem wel op een grappige plek staan hier zo in Utrecht in het steegje. Huppatee, hij jumped. Hij had zijn ogen mooi dicht. Prima fotootje toch? Ik bedoel, we slaan hem lekker op. Kijken of we nog eentje schuin kunnen maken. Draai je hoofd maar als je het wil zien. Ik bedoel, ik heb hem ook gewoon op Reddit gezet op Twitter. Het kan zijn dat ik het vergeten ben, want dat vergeet ik eigenlijk altijd. Maar als het zo is, dan moet je het maar zeggen. Dan hebben we hier nog, gaan we kijken of we kunnen vangen met de AR-modus. Oh, oké, daar gooien we heel ver overheen. En huppatee. Misschien moet ik gewoon even goed gooien. Het is jammer dat we niet de AR-plus-modus hebben, want die zijn namelijk echt vele malen beter dan de AR-modus die we nu hebben. Maar ja, weet je, komt vanzelf een keertje naar Android toe en dan gaan we ook echt spelen met de AR-plus-modus. Nou, en dan hebben we nog maar een Wilmer, want waarom niet? We komen er zo aan met een hele speciale Pokémon nog. Die we echt best wel blij mee zijn dat we die kunnen evolven zo. Dan is het 1, 2 en 3. Die Pokémon is ook onze buddy geweest. Maar ja, eerst hebben we een ei wat uitkomt. Huppatee, het is een 5 kilometer ei. Laten we hopen dat er dan de goede baby's een keer uitkomen. Huppatee, het is een... Trico mag ook. Vind ik ook een leuke Pokémon op zich te hebben uit mijn eigen hoor. Vind ik ook leuk. Oké, okay, we hebben hier een Feebas. Dit is een CP 143. En we kunnen hem evolven tot Milotic eindelijk, jongens. Het is eindelijk gelukt. 20 kilometer gelopen, de candies bij elkaar verzameld. En ja, we kunnen hem gewoon lekker evolven. Het wordt een Milotic. Dan gaan we eens kijken hoe sterk deze Milotic geworden is qua CP. Is het een beetje een bijzondere bruikbare Pokémon? Hij is ook registered to Pokédex. Derde Pokémon deze video. Niet de zuinigste natuurlijk. Is een behoorlijk hoge op zich, de Milotic. Ben ik best wel tevreden mee. Hoe ziet hij eruit als buddy? Kunnen we dat ook nog even bekijken? Joh, hij is best wel groot. Best wel groot. Nou, dan hebben we nog een derde ei wat uitkomt deze video. Want waarom niet? We zijn toch al druk bezig.
En daar is Squirtle. Hallo Squirtle. Hoe gaat het met jou, kleine Squirtle? Hallo. Hallo, hallo. Hoe dan ook, dames en heren, jongens, meisjes, als jullie genoten hebben van deze video, laat het weten met een like, dan komt natuurlijk al eens met een subscribe. En dan komt er een mooie Pokémon uit als hij. Nou, dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!